Dit jaar hadden we als seizoensthema wijnen van Cabernet Sauvignon. We hebben de grens gelegd op het moet minimaal 50% Cabernet Sauvignon moesten de wijnen bevatten. Ja, en de keuze op Cabernet Sauvignon is eigenlijk een hele simpele. Enorm, ja. Het is de meest aangeplante druif ter wereld. Niet alleen de meest aangeplante blauwe druif, maar überhaupt het is de koning onder de druiven. Ja, Cabernet Sauvignon levert tegenwoordig op heel veel plekken in de wereld hele mooie wijnen op. En dat is ook grappig genoeg te zien aan deze eindselectie. Er zit geen Europese wijn bij. Nee. En dat is toch wel bijzonder, hè? We hebben eigenlijk best klassieke winnaars in heel veel categorieën. Ja. Maar in deze categorie is het allemaal zogenaamde nieuwe wereld. Ja. En dat is wel, zegt wel iets over hoe met Cabernet Sauvignon gewerkt wordt en waar dat goed werkt. Een verrassende winnaar, hè, moeten we zeggen. Want de winnaar Glenelly Lady May uit Stellenbosch verslaat twee Amerikaanse Cabernet Sauvignons. Een hele goede ook. Ja, precies. Die Lady May, dat is natuurlijk het wijn van uit Stellenbosch. Is benaderbaarder, is zachter, is mooi soepel gemaakt. Het is een wijn die van een wijngoed van May Eliane de Lancassin, die ooit eigenares was van Pichon Lalande in Bordeaux. Ja. En dat verkocht heeft en nu in de Kaap in een nagelnieuwe winery hele goede wijnen maakt. En het is gewoon heerlijk om te drinken, heerlijk zacht en sappig. Het is 69% Cabernet Sauvignon, 13% Cabernet Franc, die proef je er ook wel een beetje in. Het is een klein beetje peperig. Ja. En dan nog wat Merlot en wat Petit Verdot. Dus een slimme Bordeaux blend. Uiteraard heel chic opgevoed. Ja. En toch, het is nog onder de €50. Ja, het is niet eens heel extreem duur. Ja. Dan op de tweede en de derde plaats twee Californische wijnen. De tweede plek was voor Folie à Deux, een wijn uit de Alexander Valley in Sonoma. En het is een hele lange vallei vanuit Mendocino, waarin de koele lucht 's middags naar binnen stroomt. Maar wat toch ook een warm klimaat heeft om die Cabernet goed te laten rijpen, maar niet extreem heet. Ja. En die combinatie van goede warmte en toch ook een zekere koelte, dat maakt maakt hem heel interessant. Het is minder heet dan Napa Valley. Dus het is minder opgeblazen, het is minder heftig, het is mooi in balans en goede tannine. Ja. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de Hess Collection Cabernet. Mount Vider. Mount Vider ligt boven Napa Valley, dus het is een wijn op hoogte. En ook daar is dus een zekere koelte. Zorgt ervoor dat er mooie tanninen zijn. Niet te zwaar, niet dat hele jammige wat sommige Napa Valley wijnen hebben. En daarmee voor Cabernet ook een hele goede derde plek. Ja, en dus des te knapper, hè, dat deze wijn Lady May van Glenelly gewoon wint. 2015, geïmporteerd door Kaaps Wijnhuis. En dat kost, zit in categorie 9. Dus onder de €50. Onder de €50. Van harte gefeliciteerd. Mooi wijn.